autobanden, een verloren laars en zelfs een complete aanhangwagen. De drooggevallen Maas verbergt een schat aan rotzooi. Als een soort strandjutter schuimt Albrecht Hom van Rijkswaterstaat de oevers van de Maas af. We vinden inderdaad heel veel afval, ja. Van alles. Dus van banden tot aanhangwagens, van winkelwagens, fietsen, brommers. Het lage waterpeil van de Maas is voor hun een gelukje bij een ongeluk. Inderdaad, het speelt in ons voordeel dat door het droogvallen van de oevers, dat we nu echt de kans krijgen om de afval op te ruimen. Nou, dat is nou op zich natuurlijk super. Want al die troep kan gevaarlijk zijn voor de scheepvaart als straks de Maas weer bevaarbaar is. Veel mensen denken Rijkswaterstaat een handje te helpen door de troep op te ruimen. Maar dat is geen goed idee. Gewoon puur uit je eigen veiligheid. Ga niet langs de oevers lopen, want je glijdt echt, je glijdt weg. Laat dat over aan een professionele partij. Rijkswaterstaat denkt nog zeker een paar dagen bezig te zijn met het opruimen.